Goedemorgen. We hebben vandaag in de uitzending twee behoorlijk uiteenlopende onderwerpen. Het eerste onderwerp waar we over gaan praten, dat heeft te maken met het boek wat ik hier in mijn handen heb. Minstrel Poetry from the Pamir Mountains. En dat is geschreven door Gabrielle van der Berg, die hier naast me zit. Dag Gabrielle. Ja, we gaan straks op de kaart kijken waar het ligt, als we met z'n drieën gaan praten. Want naast jou zit Jan van Wellen. Jullie hebben een reis gemaakt naar dit gebied. En jij bent gepromoveerd, want dit is jouw proefschrift, hè? Het is mijn proefschrift. Ik ben en dat is geen klein proefschriftje. Nee. Ik dacht altijd dat het een paar A4'tjes waren, maar dat is niet zo, hè? Nee, dit bevat heel veel materiaal. Nee. Dus wat is jouw studierichting? Persisch heb ik gestudeerd. Persisch gestudeerd? Ja. En de poëzie die gezongen wordt in de Pamirgebergte is voor een groot deel ook Persische poëzie. En daar gaan we het straks over hebben. Jij bent muzikoloog, Jan. Ja. Dus wij gaan het ook over de muzikologische kant, de muzikale kant van het onderwerp hebben. Dat straks, maar we gaan eerst naar een bijzondere gast die we hebben hier. Hij is door een criticus in Nederland een duivel van fluweel genoemd. Hij is een legende op de saxofoon. En het is heel bijzonder dat hij hier is. Hij is 82 jaar, maar speelt nog steeds schitterend. Ja, ik kan met hem praten over heel veel onderwerpen. Over Paul Whiteman, over Arturo Toscanini, over Stokowski, over Bob Hope. Allemaal mensen waar hij mee heeft opgetreden. Hij is hier voor een kleine tournee door Nederland. En hij wordt bijgestaan door Nederlandse muzici, allemaal leden van de Bohunks. Ik vraag u aandacht voor El Calidoro. Thank you.
Wat een prachtige fluwelen klank van de saxen. Wat heerlijk om naar te luisteren. Wat een mooi arrangement ook van Robert Veen. Ja, het lijkt me ook heerlijk om zo iemand als El Galadoro te mogen begeleiden als je de kans daartoe krijgt. Straks uitgebreid een gesprek met hem en natuurlijk we gaan weer naar hem luisteren als muzikus, want dat is toch het mooiste wat er is. Naast me zit nu aan de andere kant van de studio, nou het is niet zo ver lopen hoor, Jan van Bellen en Gabrielle van der Berg. Ja, laten we het nu maar eens even gaan hebben over dat gebied waar jullie geweest zijn. Want het is een groot land, hè? Ja, het land zelf. Het land zelf is heel groot, Tajikistan. Dat ligt in de voormalige Sovjet-Unie. Ja, want misschien hebben we geen idee waar het ligt. Dus als je het op een kaart laat zien. Ja, dit is een kaart. Dit is de voormalige Sovjet-Unie, ja, hè? Het GOS. Ja. Het gemene best van onafhankelijke staten. Dit gekleurde gedeelte is helemaal Tajikistan. Dat is enorm groot, hè? Ja, het valt wel mee. Het is een van de kleinere republieken van de voormalige Sovjet-Unie. Ja, het ligt helemaal in het zuidoosten van de voormalige Sovjet-Unie. En wat zijn de landen die daar nou bij in de buurt liggen? Hieronder ligt Afghanistan, ten zuiden van Tajikistan. En ten oosten van Tajikistan ligt China. En ten noorden van Tajikistan is hier Kirgizië. Het staat eigenlijk al niet meer op deze kaart. En hier Oezbekistan. En het gebied waar wij gereisd hebben, dat is eigenlijk dit hele gebied geweest. En we hebben opname gemaakt in de valleien die zeg maar uit deze rivier ontspringen. Dus dat deze vallei en deze vallei. En dat boekje, want dat gaat over het Pamirgebergte. Waar ligt dat dan? Het Pamirgebergte is eigenlijk het hele gebied. Dat wordt beheerst door het Pamirgebergte. En dat loopt eigenlijk ook nog door in Afghanistan en in China. Ja, Jan, dat gaan we nu even zien, denk ik. Een stukje Pamirgebergte. Er zijn mooie foto's gemaakt, prachtige foto's. Hebben jullie dat zelf gedaan? Ja, we hebben ze ook een beetje uitvergroot, ook voor lezingen, dat men ook goed kan zien wat voor landschap er eigenlijk is. Nou, die foto's zijn achter elkaar gezet met al hele mooie muziek eronder. Maar misschien moeten jullie even vertellen wat we zien. Hè? Daar komt het filmpje van jullie foto's, wat vanochtend gemaakt is. Dat kan Gabrielle beter doen, want die is geografisch wat beter dan dit is de vallei in het zuiden van Badakhshan, van het Pamirgebergte. Die bergen zijn dus het Pamirgebergte? De bergen zijn het Pamirgebergte en de rivier is de Panj. Dat is de Amu Darya, de oude Oxus, die misschien de naam die het meeste bekend is. En het stadje dat daar te zien is, of dat dorpje, is eigenlijk al in Afghanistan. En wat zien we hier? Dat is zo'n brug. Dat is een brug over een van de rivieren. De Bartang-rivier. Die rivier is heel erg wild. En in de lente worden die bruggen meteen verwoest. Moesten jullie zo oversteken? Over zo'n brug? Nou, niet over deze, maar deze is kapot namelijk. Maar er waren wel van dat soort bruggetjes waar je toch wel voorzichtig overheen moest lopen. Zeker. En dan, als je dan die wildstromende rivier daaronder ziet, dan krijg je een beetje in je maag. Vond je niet helemaal prettig. Ja. Wat zien we hier? Dit zijn vrouwen die gras meenemen voor het vee. Dat verzamelen ze in de zomer en dat wordt dan opgeslagen. En die lopen zo'n berghelling op, hè? Ja, er is heel weinig vervoer momenteel, dus alles wordt te voet gedaan. Dat wordt toch nog vaak aan vrouwen overgelaten? Ook dat. Toch wel, ja? Dit komt eigenlijk uit een heel ander deel van Badakhshan, van Pamirgebergte. Dit is een yurt, een tent van de Kirgizen. Een klein deel van de bevolking van Badakhshan zijn Kirgizen. En die wonen daar op de hoogvlakte en die houden zich in leven door het fokken van yaks, grote koeien. Dat zijn toppen die gaan tot 7.000, 8.000 meter met de poëtische namen Piek Communista en Piek Lenin. Oh, prachtig. Ja, dat is uit die tijd nog, hè? Ja. Wat mooi, hè? Beeld van landschap, hè? Ja, Jan, jij bent muzikoloog, zei ik net in het begin. Hoe ben jij nou in dat gebied terechtgekomen en verzeild geraakt? Nou, dat gebeurt vaak per toeval, want je reist eigenlijk. Ik heb in Noord-Afrika gereisd. Ik ben eigenlijk klassiek muzikologisch opgeleid. En ben daarna interesse gaan tonen voor meer islamitische culturen. Via Noord-Afrika ben ik dan via een toeval, zeg maar, in Tajikistan terechtgekomen en hebben wij iemand gezocht die kennis had van de poëzie.
En zijn we ook bij toeval op Gabrielle terechtgekomen. En ja, dan met Koen van Hal, de filmer, zijn we met 3 mensen een team gaan vormen. Ja. En ja, dan heb je de disciplines muziek en poëzie bij elkaar. En dan heb je natuurlijk een prima samenwerking. En bij jou is het de taal, die interesse voor dat gebied, die kwam later? Of? Nee hoor, die was er al vrij vroeg. Ik ben Perzisch gaan studeren na de middelbare school. En eigenlijk vanaf dat moment had ik ook al veel interesse voor Centraal-Azië. En dan in het bijzonder voor Tajikistan, omdat ik wist dat daar Perzisch gesproken werd. En ik was daar ook al eerder voor een tijdje geweest als student. En ik had altijd heel graag dat gebied, dat Pamirgebergte, willen bezoeken. Maar dat mocht niet vanwege de oorlog met Afghanistan, mocht ik daar nooit in. Nee. En toen ik hoorde van het plan van Koen van Hal en Jan van Bellen, dacht ik van, nou ja, als ik mee kan, dan lijkt me dat een fantastische kans om het gebied eindelijk eens een keertje te zien. Ja. Ook omdat ik wist dat daar niet alleen Perzisch wordt gesproken, maar ook allerlei andere, kleinere Iraanse talen, ja, waar ik erg in geïnteresseerd was. Nu gaan we het over de muziek hebben. En over die poëzie, hè? Dat is ook de titel van jouw boek, Minstrel Poetry from the Pamir Mountains. Dat is dus poëzie die op muziek staat. Ja, poëzie wordt bijna altijd gezongen. En met begeleiding van muziek. Er zijn verschillende soorten poëzie eigenlijk, kun je onderscheiden in Badakhshan. Een heel groot deel van de poëzie die wij opgenomen hebben is religieuze poëzie, zogenaamde Mada. Een ander deel is poëzie die gezongen wordt bij bruiloften en bij allerlei andere gelegenheden. Terwijl de religieuze poëzie wordt eigenlijk voornamelijk bij ernstige gelegenheden opgevoerd. Bij het overlijden van iemand, na het overlijden van iemand. En ook op religieuze feestdagen. En ja, eigenlijk ook, het is ook mogelijk om het op te voeren op donderdagavond of vrijdag. Vrijdag is natuurlijk de heilige dag van de moslims. Ja, en het gaat natuurlijk hier om islamitische poëzie. Ja. Jan, die muziek, is dat louter de drager van de tekst, van de poëzie, of heeft het ook een zelfstandige functie? Nou, er zijn wel puur instrumentale stukken, maar je kunt toch wel zeggen dat de stem het belangrijkste muzikale instrument is. En eigenlijk alles staat in dienst van de stem en van de tekst. Ja. Hoe is de overlevering? Staat er iets op papier, op schrift, noten die je kan lezen? Qua muziek niet. De teksten, dat was, we dachten eerst dat het een orale cultuur was. Maar later hebben we ontdekt dat mensen toch schriftjes onder hun bed hadden en ook tekstboekjes. Dus dat wordt wel als leidraad gebruikt, maar men zingt nooit van tekst of men zingt nooit van of men speelt nooit van noten. Nee, dat is echt van generatie op generatie is dat overgeleverd. En die bestaan nu nog, die melodieën? Ja, die melodieën zijn waarschijnlijk heel oud. En de teksten zijn, dat kun je in ieder geval wel verifiëren, voor een groot deel inderdaad middeleeuws. Ja, die veranderen ook in de loop der tijden. Je hebt nu ook moderne teksten. Je hebt ook moderne teksten nu, inderdaad. Maar moderne teksten, dat hoor je niet aan de melodie. Dat andere klinkt tekst, voor dat klinkt, ons, als ik daar naartoe ga, zeg ik, dat is oud. Ik bedoel, ik hoor het precies, niet, want ik versta de taal niet natuurlijk. Ja, dat zijn inderdaad heel verschillende dichters die teksten gemaakt hebben. Nou, jullie hebben een stuk film meegenomen, een video die gemaakt is door het plaatselijke station, zou ik maar zeggen. Ja, de hoofdstad Garag, dat is dan de plaats waar wij ook in de televisiestudio's zijn geweest en die hebben mij die band beschikbaar gesteld. Ja, nou daar gaan we een stukje naar kijken. En misschien is het goed dat jullie even commentaar geven, ook natuurlijk omdat we graag willen weten waarover gezongen wordt. Hè? Ja. Daar komt het. Waar zitten ze nou? Ze zitten in een huiskamer, zeg maar. Een traditioneel Pamir huis. Dat is een huis, ja. Ja, ze zitten, de man die daar rechts voor zit, dat is de Khalifa, zoals dat heet. Dat is de religieuze leider van een dorpsgemeenschap. Dat is het begin van een opvoering van religieuze poëzie, de Mada. En deze religieuze poëzie is specifiek voor de... En die Mada is heel belangrijk, is heel belangrijk, ja. En dit gedicht, het gaat eigenlijk over de
schoonzoon van de profeet Mohammed en zijn neef Ali, die heel erg die een hele grote rol speelt voor deze groep moslims, Ismaëli's. Ja. Die muziek, dat is dus dat staat vast wel, hè? Dat is niet geïmproviseerd. Nee, ze hebben vaak wel een specifiek ritmisch verloop. En wat heel belangrijk is, is dat je hebt een soort meditatieve inleiding, waarin een soort introductie om in de stemming te komen. En dan heel geleidelijk verandert het ritme en wordt het tempo alsmaar sneller en sneller. En aan het eind van zo'n mada heb je meestal zo'n oneven ritme, die dan uit 2+3+3, zeg maar, wat wij niet kennen, bestaat. En zo'n hinkend ritme krijg je meestal aan het eind. En dan is het tempo ook meestal 3 keer zo snel geworden als aan het begin. En dat duidt toch op een soort spirituele verheffing die het doel eigenlijk is van de zanger. En dat merk je ook aan de sfeer en het respect waarmee de muziek en vooral ook de zanger wordt bejegend door de mensen. Hoe lang duurt zo'n mandaat? Die kan uren duren, echt nachtenlang, bij wijze van spreken. Maar en dat wordt dan door 2 van die mannen gedaan? Niet altijd door 2, soms door 1, soms door meer. En ze wisselen elkaar af, of hoe gaat dat? Nou, meestal heeft een dorp of een groepje dorpen heeft 1 madagan, dus een zanger van mada. En die treedt dan op in het dorp zelf en bij de gelegenheden die dan voorkomen. Dus die doet het eigenlijk alleen, daar komt het wel op neer. Dat stukje wat nu op televisie, wat wij van de televisie van Badakhshan hebben, dat was voor een grotere religieuze gelegenheid in heel Badakhshan. En het was ook voor de televisie opgenomen. Dus dan wisselen ze elkaar weer wel af. En dan komen ze bij wat korter natuurlijk. Ja, dan duurt het natuurlijk geen nachtenlang. Nee. Laten we eens even over het instrumentarium hebben. We zagen al wat instrumenten daar. Is er een overeenkomst met instrumenten uit de omliggende gebieden? Ja, in die zin dat het over het algemeen de getokkelde luiten zijn erg belangrijk. En je hebt ook de echt kleine ensembletjes, wat ook typisch is voor de islamcultuur. Ja. Al hebben de Russen daar natuurlijk geleidelijk grotere ensembles in gewerkt. Zullen we even naar die instrumenten kijken? We hebben hier wat foto's achter ons hangen. Misschien kan je het even verduidelijken, maar je kan het ook hier zien. Ja. De rechterfoto, het rechterinstrument, is het meest karakteristieke instrument. Dat is een Pamir Rubab, heet dat, met 2 vinnetjes onder en met een klankkast waar huid overheen gespannen is. Meestal zijn de snaren in kwarten gestemd bij alle instrumenten. De linkerfoto, daar is hetzelfde instrument zichtbaar, met die typische vinnetjes opzij. En het linkerinstrument op de rechterfoto, dat is een wat grotere versie van die Pamir Rubab. Dat is een tamboer. En die heeft dezelfde snare stemming, zeg maar. Maar die is anders van bouw. Dat is te en zien. Een beetje dus heel ver weg verwantschap met het Indiaanse instrument? Ja, ik durf daar geen uitspraak over te doen, want daar is nog veel... Doe maar niet. We gaan al die muzikologen nu helemaal zenuwachtig worden. Ja. We hebben meer instrumenten die we kunnen zien. Hier komt er nog eentje. Dit waren dus de 2 instrumenten die vooral in de madon, in de religieuze poëzie gebruikt worden. Plus deze daf, die lijsttrommel, die enerzijds vooral door vrouwen gespeeld wordt in de wereldlijke muziek, maar die bij de madon altijd door een man bespeeld wordt, want dat mag alleen maar door mannen bespeeld worden. En dat die combinatie, 2 tokkelinstrumenten plus die daf, dat is eigenlijk typisch voor de madon, voor de religieuze poëzie. Ja, daar zitten dus geen strijkinstrumenten bij, of wel? Nee, bij de madon niet. Maar als je iets verder gaat... Ja. Als je bij een genre wat falak heet, en dat betekent want daar zie ik wel een soort strijkinstrument. Dat is een gijak, heet dat. En op de foto heeft hij 4 snaren. Ik heb hier een exemplaar wat nog de oorspronkelijke vorm is. Dat is weer veel primitiever, hè? 2 snaren. En het kenmerk van alle instrumenten is dat ze weinig versierd zijn. Dat is aan deze ook te zien. Ze zien er voor ons gevoel vrij eenvoudig uit. En vaak de klankkast hier is van gewoon zo'n blik. Dat was vroeger van kruidblikken of van olie. Soms staat het oliemerk er nog op. Ja, precies. Dus, soms is het maar hier mag je niet aan merkreclame doen. Dus. En, nee, zeker niet. je hebt er ook nog een ander instrument liggen. Dat is dus een... Dit is het enige, of de aerofoon zoals we dan keurig zeggen. Maar dat is het blaasinstrumentje. Dat is een nij, een 6-vingerig... instrumentje wat verwant is met de blokfluiten. En daar wordt
dan eigenlijk vooral die instrumentale muziek waar ik het net over had, een heel klein stukje. Die Falak wordt daar met heel veel versieringen, met een heel klein toongebied, wordt dat gespeeld. Dan hebben we nog één instrument, geloof ik, waar we naar gaan kijken. Ja, dat wordt ook vaak als solo-instrument gebruikt. Dat is de sitar en dat is een gefret instrument. En die fretten die duiden er ook op, qua aantal ook, dat men vroeger een toonschale gebruikte die met kleinere afstanden werkte dan onze moderne getempereerde stemming. Ja. Gabrielle, we zagen alleen maar mannen. We hebben één vrouw gezien en daar werd al meteen van gezegd dat die niet aan die religieuze bijeenkomsten aan muzikaal mocht deelnemen. Maar wordt er muziek gemaakt door vrouwen? Er wordt ook muziek gemaakt door vrouwen. En het is ook niet zo dat ze niet deel mag nemen, maar het gebeurt gewoon nooit. Er schijnt nu wel in Balassaan een vrouw te zijn die religieuze poëzie voordraagt. Ja. Maar over het algemeen is het enige instrument dat vrouwen bespelen de daf. Dus het instrument dat waar... Dat is die trommel die we net die zagen. Lijsttrom, inderdaad. Ja, die lijsttrommel, ja. En verder zingen vrouwen vooral heel veel. En wat we nu gaan horen, wat zingen ze daar? Dat is een combinatie van Dargilik Lalaik. Dat is een wiegelied gecombineerd met een klaaglied. Waarin de geliefde wordt bezongen. En vooral het gemis van de geliefde is een belangrijk thema in dit soort poëzie. En het wordt gecombineerd met een wiegelied. En dat is dan weer wel voor kinderen. En dit is een theateropname. Dus dan wordt het gecombineerd zeg maar, in de huiselijke kring. Staat een wiegelied apart van het klaaglied. Ja. Als je zegt concertopname, dus mensen komen ook in concerten bij elkaar wel. Ja, nou in de hoofdstad wel. Ja, tuurlijk, maar niet op het land. Nee. Ja, het is een heel gedragen stuk, dit inderdaad. Het is, We zagen net die muzikanten, Jan, die dus in die dorpen zo'n hele nacht spelen. Zijn dat nou mensen die daar van leven, die daar hun beroep van maken? Of nou, zijn dat oprechte amateurs? Het zijn geen professionele spelers in de westerse zin van het woord, maar het zijn wel de muzikanten van een plaats of van een regio. En een aantal, vooral die religieuze zangers, dat zijn hele bekende mensen in de regio. En dat zijn ook echt de muzikanten. En ik vind het verschil tussen professional en amateur altijd een beetje, zeker in die regio. In die regio dat zijn ja, uitstekende muzikanten verder die heel goed spelen kunnen gewoon. Ja. Het is ook niet de bedoeling, eigenlijk voor dit soort religieuze poëzie, is het eigenlijk niet de bedoeling dat er geld gevraagd wordt of dat dat als professie wordt uitgeoefend. Het is een soort talent dat men heeft en dat men moet aanwenden voor de gemeenschap. Dat idee speelt wel erg mee. Er zijn topmuzici toch, hè? Ja, tenminste voor de regio. Voor die begrippen. Natuurlijk, zo moet je dat zien. Ja. Die mensen hebben ook bijvoorbeeld van ons nooit geld willen hebben als ze speelden, terwijl het in andere landen heel vanzelfsprekend is. Want de muziek is voor hen zoiets belangrijks dat je daar geen geld voor mag. De bekendheid gaat niet via cassette of grammofoonplaat of cd? Nee, dat is echt inderdaad mond-op-mond bekendheid. Een bepaalde Madagan, zinger van religieuze poëzie, zanger van religieuze poëzie, doet het zo goed dat zijn naam bekend is over het hele gebied. Dat gaat echt geleidelijk. Zo'n laatste man die we nou zien, dat zullen we even helemaal laten staan. Ja. Dat is een van de belangrijke muzici, hè? Van de bekende, ja. Ik weet niet hoe belangrijk hoe dat bij hem werkt, maar hij is wel heel bekend. Hij zit heel sober te spelen, in ieder geval. Ja. Ja. Waar gaat het over? Misschien kan je het straks, terwijl we kijken, vertellen. Ja, dit is een Rijak-speler. Die knieviool speelt en hij zingt een dargilik. En dat is een klaaglied. En het gaat over, het ook weer over de liefde. Er gaat bijna alle poëzie in Tajikistan. Badassan gaat over de liefde. En hij zingt, een van ons is een daf en de ander is een rabab. En het is allemaal verdriet. Een van ons is smeulend vuur en de ander is kebab. Dus dat is vlees. Oh, dat soort teksten. En dat wordt dan steeds Nou, maar daar gaan we tot slot naar kijken. Ik dank jullie hartelijk voor jullie hele heldere uitleg. Het is niet zo makkelijk om dat even in die korte tijd te doen. Maar ik in ieder geval ben veel wijzer geworden. En ik hoop u thuis ook.
Nou, als jullie commentaar willen geven nog, hier komt het gedeelte. Ja. Degene die dit heeft opgenomen is Koen van Hal. Dit is een fragment uit zijn film. Het is ook heel mooi gefilmd. Het is, ja. En de naam van de muzikant is Mostawar Minakov. Jan, wat mij opvalt, is dat hij op die twee primitieve staartjes die melodie helemaal volgt. Ja, ze kunnen dat heel virtuoos op spelen. Ook bij het Valak-genre, dan kunnen ze daar virtuose tussenspelen nog van maken. Ja, afzakken van die melodie, hè? Het is misschien ook goed om te vertellen dat het ontzettend fijn is dat wij deze mensen nu kunnen laten horen, omdat het eigenlijk een soort vergeten gebied is. En omdat die muziek eigenlijk totaal onbekend was tot voorheen. En mensen ontzettend vriendelijk en aardig zijn. Het is nu toch een beetje ontsloten door jullie, hè? Ja. Ja. Het is ook opvallend dat er steeds gewisseld wordt van taal. Hij zong eerst in een van de Pamir-talen, Shughni. En nu is hij overgegaan op Perzisch. Dat is echt, daar zingt nu een Perzisch kwatrijn. Dat is mooi, zeg. Ja, prachtig. Ja, jullie willen graag terug, denk ik, hè, als je dit weer ziet. Heel graag. En dan komt er weer een nieuw gegeven. Wat mij betreft wel. Ja, oké. Okay. Ik wens jullie heel veel succes. En hartelijk dank dat jullie hier waren. Blijf even zitten. Want ik moet nu de kijkers een paar tips geven. Dat zijn er twee dit keer. De eerste heeft te maken met alweer een jubileum. We hebben er wat de laatste tijd. En dit keer is het ICP-orkest aan de beurt. Opgericht in 1967 door pianist Micha Mengelberg, slagwerker Han Benning en blazer Willem Breuker. Ze speelden in het begin, en dat doen ze nog wel, geïmproviseerde muziek die de luisteraar nogal rauw op het dak viel vaak. Maar ze konden ook van de ene moment op de andere switchen in een andere stijl. Fantastisch, leuk orkest. Toonaangevend in Europa, dat kan je wel zeggen. Twee prachtige projecten ken ik van ze. Herbie Nichols en Thelonious Monk. Allemaal helden van Micha Mengelberg. Nou, dat jubileum dat wordt gevierd straks in een aantal plaatsen in Nederland en buitenland. Maar ook in het Bimhuis. 30 oktober vindt dat plaats. De normale band speelt dan met de vaste leden. Maar er zijn ook gasten. En ik noem hier een paar. Steve Lacy, Roswell Rudd, Louis Moholo, de slagwerker. Die ook de volgende dag op 1 november te beluisteren zijn. En dan de laatste dag is Peter Brutsman, saxofonist, en Sean Bergin ook nog gast
De concerten beginnen in het Bimhuis om 9 uur 's avonds. Een tweede tip heeft alles met dans te maken. Dans die wordt verzorgd door Beppie Blankert en de muziek door Louis Andriessen geschreven. De titel van de dansvoorstelling heet Odyssee, She Wants a True Love of Mine. Het liefdesleven van een man onderweg. En onderweg ontmoet hij allerlei dames, maar hij verlangt maar hartstochtelijk naar één vrouw, Penelope. En die zal hij natuurlijk ontmoeten. Er is van deze balletvoorstelling een hele mooie filmversie gemaakt door filmer Frank Diamant. En daarvan gaan we een stukje kijken. De film is te zien aanstaande woensdag bij de collega's van het Humanistisch Verbond op Nederland 1. Een film die begint om 9:56 s'avonds. En we gaan weer naar de muziek, naar die fantastische gast die we in de studio hebben, El Galadoro. En hij is hier weer met zijn vrienden, leden van de Bohunks. Thank you.
onbetwiste meester El Galadoro, die nu naast me komt zitten. Want het is heel interessant, denk ik, om eens met hem te praten. Good morning. Good morning. Great that you're here. Pleasure. Oh, I enjoyed it so much. Pleasure indeed. Yes. We have only about 15 minutes. It's too much too short. I'm sorry. When you were a kid, your parents moved to New Orleans. Isn't that true? Well, I was born in Chicago. Yeah. And then we moved to what we call Snake Country of Louisiana. Yeah. I was about 5 years old. From there, we moved to Birmingham, Alabama. And a suburb was Inslee. And I wanted to start to play the clarinet at five. At six, my father said, "You're too young to play the clarinet. You'll break it." So at 7 years old in Birmingham, or Thomas to be exact, another suburb of Birmingham, he handed me the clarinet, the old Albert Sisson, and he taught me the notes and so forth. And from then on, I was never forced to practice. I forced my father to let me play. This is really a switch, right? Parents sometimes force the children. No. And anyway, I went on the road in 1927, just before I was 14 years old. I was born June 20th. And I went on the road, must have been around April of 1927. And when did you move and the family moved to New Orleans? Well, yes, they moved. See, while I was in Florida, we toured Florida until October of 1927. In the meantime, my parents had moved to New Orleans. And then I joined, I went home in 1927, October. And within a few weeks, I was working in a nightclub called the Beverly Gardens. How Beverly was it Gardens. To New Orleans was to, wonderful then. To live yes. there as a kid? Oh, it was beautiful. Nightclubs all over. And music all over. And music all over. We had seven theaters with live orchestras, pit orchestras. And 1928, November, I'll never forget, Howard Voorhees, who hired me to go into the Frolics, which was a gambling house. They didn't call them casinos then. And we played there for a while, and then he finally got me into the Orpheum Theater, October 1928. That's when we had big time vaudeville. Pit Orchestra, we had seven theaters in New Orleans yeah. with Pit Orchestra. You can imagine how many they had in New York. Oh, they yeah. must have had 50. Maybe yeah. more, Chicago en zo voort. I make a little translation. Heel even kort zal ik voor u samenvatten. Als kind wou je al clarinet spelen toen hij 5 jaar was. Dat is later gebeurd. Ze hebben vreselijk veel gereisd door Amerika. En toen hij al heel jong was, 14 jaar, ging hij al op tournee. En toen hij in Florida zat, gingen zijn ouders naar New Orleans. En daar kwam hij terecht en dat was natuurlijk heerlijk. Er werd overal gespeeld. De pit orchestras, dat zijn de orkesten in de bak waar hij speelde. In al die theaters, er waren zo verschrikkelijk veel theaters waar muziek werd gemaakt. Het moet een heerlijke tijd zijn geweest. So then, you stayed there, but you moved to New yes, York. Yes, 1933. To be exact, July 3rd, 1933, I left New Orleans because I wanted to be big time in New York. That's what you wanted. The theaters were closing. They were closing, you know. But while I was at the Orpheum, I played Bob Hope. He was unknown then. We played him in 1931 and 32. Milton Berle. Oh, those oh, people. Judy Canova. Oh, the famous ventriloquist. So many people. Then I went to New York, and I joined the famous Isham Jones band. He was famous in those days, 1933, about... I'd say around July 10th. And you played Atlantic with many radio orchestras? Oh my goodness, after the that. The Phil Radio Orchestra? Oh yes. I finally landed in New York, October of 33, and I got a job in a radio station, WINS. See, all radio stations then had live music. At six that time. Pieces, 12 pieces, what 50, 60 pieces. What a good oh, yeah. time. That was a lot of work. Lot of we work. Jump in the time now. We go to the yeah. year 1936. There, you joined that the Wide Moment, and then the spring of 36. You oh, played this. Go ahead. Well, I wanted to say Edgar Bergen. Edgar Bergen. I played his act. Yeah, he became famous. But here are you. They took this off the air, huh? This is wonderful. Awesome.
his famous speech, Nola, isn't it? Don't ask me to do that today. I have several off-the-air recordings of that. Yes, I have several, yes. See, they take them off, and today, you know, the public domain, that doesn't mean anything anymore. I think many of the young colleagues of yours will be very jealous when they hear you doing that. That is genuine triple-tonguing that I use. Howard Voorhees told me how to do it. Triplets, right, yeah. Yeah. I can't do it that fast. About Paul Whiteman, what kind of man Paul Whiteman, that was one of the greatest times of my life when I joined the band. Paul Whiteman was a big, big band leader. A lot of people don't realize this. You know, you had Benny Goodman, you had Glenn Miller, you had so many other bands. But Paul Whiteman, we had more radio and TV exposure than any big band. A lot of people don't know this. We had the Chesterfield Cigarette Hour. We had Goodyear Tire. We had Woodbury Soap. All of those, you know. And it was just beautiful. We traveled all over. We never came to Europe. He came to Europe way before this, you know. Yeah, but never with the orchestra. There were, I think, famous colleagues in the orchestra, famous musicians, isn't it? Can you mention some? Yeah, well, when I joined the band, the famous saxophonist Frankie Trombar was there. Oh, he was there, still in. Frankie Trombar, we sat next to each other. He was a nice guy, very nice, and a great jazz player. He had a style all of his own. That's one thing I want to bring out. Today, you hear a dozen saxophonists of the modern school, and they all sound about the same. But years ago, individuality you had. Jimmy Dorsey sounded like Jimmy. Benny Goodman sounded like Benny. You know, today they all sound about the same. Now, I'm not criticizing, I'm not saying... No, you know, but they study from the book, I don't know, it's a different scale. I don't try to play like anybody but myself. Like myself. But they are wonderful, isn't it? Oh my God. What a good quartet. Sound. Yeah, what a good Bohans, sound there. Yes, oh Bohans. My God. Ja, er is toch een verschil met vroeger. Hij noemde dan een grote naam als Frankie Trembauer, maar nog andere collega's. En wat in die tijd heel sterk opviel, dat ze allemaal een hele individuele sound hadden. Een heel eigen geluid. En dat is, en dat heeft misschien met de opleidingen te maken, heden ten dage een beetje verdwenen. There's another thing, you played also classical music. Oh my goodness, God. I'm an all-around player. I studied classically, I played nightclubs in New Orleans, jazz, I played vaudeville, I played the symphonies, the circus. There isn't one phase of the music business that I have not done, and I'm not bragging, this is the honest to goodness truth. But now look at the Brahms. We have here the Brahms. Shall we listen to a part? I go from one thing to another. Yeah, now I want to bring this out. You're coming out on a CD. This. No, not that one. A live performance. A lot of people don't know this. But this is a wonderful one also. Oh, yes. Thank you. Thank you.
I think it's one of the greatest pieces in the clarinet literature. Thank you. I've had a lot of compliments on this, but I'll tell you right now, the live performance that we're putting out is better than this. You hear the clarinet better. It's very, very good. It should come out around January or February. But this is a moving piece, isn't it? Oh, it's gorgeous, gorgeous. Yeah. I'm also reissuing the Concerto for Doubles. A lot of requests. And the concerto consists of three movements. Alto sax, the first movement, bass clarinet, melodic, and the clarinet, the third movement. And then I'm doing the Caprice in Form, the waltz by Paul Bonneau. Yeah. Also live. I couldn't have played it better. I don't brag, I just tell it as it is. I couldn't have played it better if I had done it in the studio. Yeah. You know, sometimes you play better, just spontaneous. But don't forget, that was 30 years ago. I was a lot. Yeah, I'm 84 right now. I think I was about 50, I don't know, 55, 57, yes. You played also with Toscanini. Famous conductors. Yeah, Toscanini, Arturo Toscanini, and Leopold Stokowski. See, they shared the podium, NBC Symphony. 1 week, Stokowski conducted, another week, Toscanini conducted. And what was the difference between them? Oh, big difference. Toscanini was, Stokowski, I'm going to tell you a story. We premiered, and you can buy it, the Shostakovich Seventh Symphony. Yeah. Around June, July of 1942. Oh, and I had to borrow a bass clarinet because the solo goes down to low C. And like my bass clarinet, most only go down to E flat. So I borrowed one from Mike Guerra in Philadelphia. And they finally released it, and they put the Shostakovich Seventh on record. Now, Toscanini took this thing kind of fast, and you need a lot of wind for the bass clarinet. But 6 months later, Stokowski did it. And he says, boys, and he's like, take your time, I'll wait for you. That was the difference between the two conductors. Yeah, and Stokowski was a great conductor, wasn't he? Oh, God, they were both great and different. There again, on the NBC staff, we had Dr. Frank Black, we had guest conductors. Then I joined ABC. Oh, my goodness, I can go on and on with guest conductors. Hij speelde bij beroemde dirigenten. Ik noem maar Toscanini. En Stokowski, en het aardige is, het gaat even over de een Shostakovich-symfonie, waar een basklarinet bij wordt gebruikt. En het moeilijke was om dat snel te spelen. En Toscanini nam het tempo veel sneller dan Stokowski, die overigens ook een heel groot dirigent was. Let's go back to another kind of music, that's the novelty music. I think a great name there is Rudy Vidoeft, isn't it? Oh, yes, yes. I used to do a lot of his solos. The only one I recorded was Saxophobia, which is in my Galadoro Virtuoso cassette. Oh! It's here. Now, there's 16 solos there. Oh, Most of these are live. This is pre-recorded, the saxophone saxophone contrast, saxophone classical and some jazz. The Fantasy Impromptu is on here by Chopin, and Oodles and Noodles. That is from my Concerto for Doubles. And we can listen to that. You got it. That's it. Composed by Jimmy Dorsey, isn't it? Exactly. I loved him. Jimmy Dorsey was my idol. I'll tell you right now. I'm going to tell you a funny story about Jimmy. We're on, right? Yeah. Jimmy Dorsey was interviewed once. And he said, hey, Jimmy, I understand you're the greatest saxophone player in the world. He says, no, I'm second best. He says, well, who's first? He says, Al Galadoro. Oh. That's the truth. And it's so good that we have now you're in the studio. You will tour a little bit in Holland, I think. Tonight you are playing in The Hague? In Voorburg, Theater de Tobbe.
Daar moet u pertinent naartoe. Dat is om 8:30 vanavond. Met de same musicians, de Bo Hunks Quartet en Rhythm. And what are you playing as a last piece for us? Oh, a famous piece that was written by Harry Huffnagel, and it's called Black Velvet. And it sounds marvelous. It's a beautiful. It's originally written for saxophone. I played on saxophone, but I decided to change it around to break up the monotony. So now I play it on clarinet. We will enjoy Black Velvet. This. Please go to the stand. Okay, thank you. Yeah. Ja, er zijn nog veel meer concerten, te veel om op te noemen, denk ik. Maar de hele week door, er is een concert in Den Haag, een masterclass, een concert in Delft. In Breda, in de Nieuwe Vesten, afijn, en in Maastricht nog. Maar als u alle inlichtingen wil over zijn grammofoonplaten en nog meer, dan kunt u ons, de VPRO, bellen voor alle inlichtingen. Einde van deze uitzending. We gaan nog even heerlijk achteruit luisteren naar El Golodoro en zijn Nederlandse vrienden, de leden van de Bo Hunks.